De JCI Unify heeft vanmorgen een ondernemersbeurs georganiseerd. Het doel was om entrepreneurs de gelegenheid te geven hun producten en of diensten te promoten en om fondsen te genereren voor JCI Unify Green Chamber. Tiffany Kartowijoyo, local president JCI Unify, vertelt waarvoor de organisatie allemaal staat. Ik wil een beetje vertellen over JCI Unify. Wie zijn we en wat doen wij? We gaan zometeen, eigenlijk op 4 april 2022, gaan we dit jaar 16 jaar worden. Dus we zijn 16 jaar bijna heel actief binnen Suriname met sociale projecten. JCI is een afkorting van Junior Chamber International en we zijn een netwerk van young professionals, jonge leiders, tussen de leeftijd van 18 en 40 jaar wereldwijd. En binnen Suriname zijn er 6 kamers en JCI Unify is één van de kamers. Wij zijn meer bekend als de Groene Kamer vanwege ons heel groot project en dat is het Green Ambassadors project. Als jullie zo meteen een kijkje zullen nemen bij onze booth, ga je dus meer informatie krijgen over ons Green Ambassadors project, waarbij je zult zien dat we een Green Ambassadors leerlingenboek hebben ontwikkeld en een groene denkerspel, waarbij we op die manier milieubewustheid kunnen bevorderen in onze Surinaamse samenleving. Volgens Deborah Baldeusing, Training and Fundraising Director JCI Unify, zijn er tijdens de COVID-periode nieuwe ondernemers bijgekomen. Nu de maatregelen zijn versoepeld, heeft JCI Unify besloten om een ondernemersbeurs te organiseren. En wij wilden dus daar in feite inspelen om de mensen naar buiten te brengen, om hun producten tentoon te stellen. Ja, en ook aan de andere kant met de inkomsten in feite duurzame milieuprojecten uit te voeren. Want wij van JCI Unify focussen in feite op een groen milieu, om in feite zoveel als mogelijk duurzaam te ondernemen. En daarvoor hebben we dus ook wel gelden nodig om de projecten uit te voeren. Als JCI Unify zijn we dus in feite elk jaar verantwoordelijk om zeg maar fundraisingen te organiseren en als commissie zijn we dus gaan brainstormen en we zijn dus op het idee gekomen om dit te doen. Ik zei het al eerder, vanwege COVID zijn er dus zoveel bedrijven ontstaan en we wilden hun juist de gelegenheid geven om naar buiten te komen. En Suriname zit vol met zoveel talenten. Vandaar dat we dit initiatief hebben genomen. En zoals u straks een kijkje kunt nemen, zijn er echt verschillende. Van zeg maar Surinaamse ponchecrème, tot je Surinaamse fruitcocktail met je dragonfruit of met iets met awara. Dus verschillende dingen. Mensen die hun eigen kleding zelf maken. En ik vind het als director, dat ik dit heb georganiseerd, super leuk. En dat ik ook een bijdrage heb kunnen leveren samen met mijn commissie. Met de fondsen zullen de geplande milieuprojecten in 2022 worden uitgevoerd. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het werken naar een duurzame, groene toekomst.